Hallo. Vandaag wil ik een onderwerp met je bespreken wat heel belangrijk is. Het gaat namelijk om de genezende en transformerende kracht van verootmoediging. Het is een lastig onderwerp en daarom wil ik ook even beginnen met gebed. Dat de Heilige Geest de boodschap mag overdragen die ik probeer over te dragen. Hemelse Vader, ik wil u danken, Heer, voor de boodschap die u op mijn hart hebt gelegd. En ik wil u bidden dat u met uw Heilige Geest komen en mij inspireren door uw geest heen, zodat ik de boodschap die u wil doorgeven via mijn mond en mijn woorden overgedragen mogen worden. Zo bid ik een zegen over deze boodschap in Jezus' naam. Amen. Als jij komt in de kringen waarin ik ook ben opgegroeid, of in een ander soort kringen, dan kan het heel goed zijn dat jij bent onderwezen in de principes van het christelijk geloof, die jou tot overwinning zouden moeten brengen. En dan heb je geleerd dat het lezen van de Bijbel en gebed en positief proclamatie, uitspreken van Gods woord, een heleboel andere dingen, dat het belangrijk is. Je hebt ook nog bidden en vasten en geestelijke strijd en lofprijs, aanbidding. Het zijn allemaal krachtige tools om tot overwinning te komen in je leven. En toch merk ik dat heel veel mensen het niet zo als zodanig ervaren in hun leven. Er komt geen doorbraak. Ze hebben van alles geprobeerd. Positief het uitspreken van Gods woord. Ze hebben bidden en strijden geprobeerd. Bidden en vasten. Bijbel lezen, stille tijd, lofprijs, aanbidding. En toch lijkt er geen doorbraak te komen. En ik denk dat deze boodschap een sleutel is die jou kan helpen om verder te komen. En dat is namelijk de boodschap van verootmoediging. Verootmoediging is een heel belangrijk onderdeel van het woord van God. Als je in de Bijbel leest, dan zie je dat God zijn volk, zijn kinderen oproept tot verootmoediging. God heeft het volk van Israël door de woestijn geleid om het volk te verootmoedigen. Opdat het zou doorkrijgen dat het God nodig heeft in hun leven. Bedoel ik met verootmoediging? Dat is een moeilijk woord, dat is een oudbollig woord, maar ik kan eigenlijk geen goed Nederlands woord daarvoor vinden, want als je het dan hebt over nederigheid of jezelf vernederen, dan heeft dat weer zo'n negatieve lading, terwijl verootmoediging eigenlijk voor mij een hele waardevolle, warme lading heeft, omdat het ruimte geeft aan Gods plan in jouw leven. Het geeft ruimte om de dingen te leren die geleerd moeten worden. En dat kan alleen maar vanuit een houding van verootmoediging. Want een heleboel dingen die in jouw leven gebeuren, die gebeuren niet zomaar. Die zijn het gevolg van bepaalde patronen die zich heel diep in jouw leven hebben genesteld. En sommige die heb jij zelf veroorzaakt door verkeerde keuzes in jouw leven. Sommige zijn al generaties lang in jouw systeem aanwezig. Komen vanuit de generatielijnen. En sommige zijn heel diep verweven met de cultuur waar je vandaan komt. Het zijn patronen die niet zo makkelijk te doorbreken zijn door een simpel gebedje, door het uitspreken van Gods woord, door gebed. Maar die zijn alleen te doorbreken door eigenlijk deze onder ogen te zien. Door ze te gaan herkennen, door verootmoediging heen. En wat is verootmoediging? Verootmoediging, daarmee bedoel ik eigenlijk het heel diep in jezelf gaan kijken, samen met God, vanuit een bereidheid om te leren. Dus niet meer langer wijzen met de vinger van ja, maar die heeft het fout gedaan in mijn leven. En toen die in mijn leven kwam, is het verprutst. En mijn baas en mijn partner en mijn kinderen en die omstandigheden. En Heer, waarom? Doet u er niks aan? Waarom heeft u niet voorkomen dat dingen in mijn leven gebeuren? Dat is die opstandigheid waar we geen centimeter mee verder komen in ons leven. En opstandigheid, hoogmoed en trots zijn de grootste struikelblokken in ons hart die voorkomen dat er doorbraken komen in ons leven. In ieder mens zit hoogmoed en trots. Hoogmoed en trots, dat zijn de meest starre, hardnekkige zondes in ons hart. En als jij denkt dat het bij jou wel meevalt, dan ben jij waarschijnlijk degene bij wie het ergst is. Want het is vaak ook heel moeilijk om die hoogmoed en trotse houding in onszelf te ontdekken. Want we zijn dat zo geneigd om dat te camoufleren.
Want we hebben allerlei goede redenen voor om boos te zijn. We hebben allemaal goede redenen voor om naar een ander te kunnen wijzen, om naar omstandigheden te kunnen wijzen, zodat wij buiten schot blijven. En God wil juist dat wij naar ons eigen hart leren kijken. Dat we niet gaan wijzen met de vinger, maar dat we gaan zeggen van Heer, waarom is dit in mijn leven ontstaan? Waarom ben ik in deze situatie terechtgekomen? Wat is mijn aandeel erin geweest? Ik wil ervan leren, ik wil er naar kijken. Waarom heb ik deze partner aangetrokken die dronken is? Waarom heb ik deze partner aangetrokken die narcist is? Waarom heb ik deze partner aangetrokken die mij mishandelt? Waarom gebeuren er steeds dezelfde dingen in mijn leven? Waarom kan ik niet opschieten met mijn baas? Waar ik ook heen ga? Waarom heb ik moeite met gezag? Waarom overkomen mij steeds dezelfde problemen? Waarom is een bepaalde ziekte in mijn leven? Waarom, waarom, waarom? En dan niet een opstandig waarom, maar een vraag van Heer, wat is de oorzaak van deze situatie in mijn leven? Wat zijn de patronen die ruimte hebben gegeven voor negativiteit in mijn leven? Ik wil in mezelf leren kijken. En dat betekent verootmoediging, dat je gaat verootmoedigen voor God. En zegt van Heer, ik hou op met het wijzen van mijn vinger naar mensen, naar omstandigheden, naar God. Ik ben bereid naar mezelf te kijken. Ik ben bereid me te verootmoedigen om me te laten onderwijzen door God. Zeg van Heer, wat is er aan de hand? Wat kan ik in mijzelf veranderen, zodat uw geest, uw liefde, uw genade, uw kracht meer door mijn leven heen kan stromen? Zodat de situatie die is ontstaan, dat daardoor uw naam verheerlijk kan worden. Wat kan ik veranderen in mijn hart? Wat zit er in mijn systeem wat nog niet klopt? Het toets mijn hart, toets mijn nieren. En laat mij zien, als daar een pad is in mijn hart, verborgen pad, wat niet klopt, wat niet zuiver is, wat niet puur is. Je knieën buigen voor God, dat je zegt van Heer, niet mij wil, maar u wil geschieden. Ik wil ophouden met proclameren en strijden en pleiten voor iets wat misschien helemaal niet de bedoeling is. Of voor iets wat is ontstaan vanuit een patroon waar eerst vergeving voor nodig is. Want heb je wel eens om vergeving gevraagd? Voor de patronen die in jouw leven zijn ontstaan, van waaruit de ellende is voortgekomen. Vergeving voor jezelf, maar ook vergeving voor de patronen die generaties lang in jouw systeem zitten. Die jij hebt geërfd van je voorouders, die jij onbewust hebt, die in jouw systeem zitten, in de cultuur waarin jij bent opgegroeid. Want iedere cultuur heeft zegeningen, maar iedere cultuur heeft ook blinde vlekken. Iedere cultuur heeft ook zijn eigen zondes, zijn eigen tekortkomingen. Ieder land, elke achtergrond waar jij vandaan komt, dat draag je in je mee. En de positieve dingen, dat is geweldig. Dat zijn hele mooie zegeningen, maar die negatieve patronen, daar kun je niet zeggen van ja, maar mijn ouders hebben dat gedaan, maar ik distancieer me daarvan. Nee, jij bent onderdeel van. Jij bent onderdeel van jouw voorgeslacht. Jij bent onderdeel van je cultuur. En daarom is het belangrijk, want het zit ook gewoon in jouw systeem. Het zit in jouw genen. Je kunt je er niet los van scheuren. Je bent geen individu, je bent onderdeel van het grote geheel. En daarom is het zo belangrijk dat je niet alleen maar gaat strijden en bidden en proclameren, maar dat je je ook gaat verootmoedigen. Dat je nederig wordt en zegt van Heer, vergeef mij de zonde die generaties lang zijn bedreven voor uw aangezicht, waar ik uit voort ben gekomen, die ik ook in mijn genen meedraag, die ik in mijn denksysteem meedraag, die ik in mijn diepe lagen van emoties meedraag. Het zit ook in mij. Vergeef mij dat ik Nederlander ben. Niet de zin dat op zich fout is, maar dat daardoor ook bepaalde patronen in mijn denken en in mijn systeem zitten die niet akkoord zijn. Je mag ook trots zijn op je Nederlanderschap of als je ergens anders vandaan komt. Daar mag je trots op zijn. Er zijn mooie kwaliteiten in, maar er zit ook een element in waar het belangrijk voor is dat je daarvoor verootmoedigt. Zodat dat systeem die schuld, die schade uit jouw systeem weggehaald mag worden, dat jij er vrij van komt. En dat kan alleen maar door verootmoediging heen. En dat gaat niet door bidden en strijden, dat gaat door verootmoediging heen. Want God wil ons verootmoedigen. God wil dat wij leeg worden van onszelf, zodat Hij ons kan vullen met zijn genade. En zolang wij nog vol zijn van onszelf,
Door denken, nou, ik kan het beter, ik hoor er niet toe. Nee, dat zijn hun geweest, maar ik doe het anders, ik doe het beter. Ik doe niet zoals mijn vader heeft gedaan, ik doe niet zoals mijn moeder heeft gedaan. Ik ga het helemaal anders doen in mijn leven. Ik doe het niet zoals die, mijn baas, ik ga het anders doen. En vaak komt dat voort uit hoogmoed en trots en verzet, in plaats van vanuit diepe verontmoediging. En dan ga je ook merken, het gaat je niet lukken, want het zit gewoon in jouw systeem. Het gaat je alleen lukken vanuit diepe verontmoediging. Vanuit een erkenning van, oké, het zit ook in mijn systeem. Heer, wilt u mij vergeven? Wilt u mij schoonwassen? Want God wederstaat de hoogmoedige, staat in de Bijbel, maar de nederige geeft hij genade. Dus zij die erkennen dat ze het niet kunnen, zij die erkennen dat ze zondig zijn, dat er ook zonde, hoogmoed en trots in hun hart zit, daarvan zegt God, nu kan ik jou gaan gebruiken. Job, die was de meest rechtvaardige mens op aarde en toch overkwam hem geweldige tegenslag en rampspoed en zoveel dat hij opstandig werd naar God toe. Hij zei van, Heer God, ik heb nooit iets verkeerd gedaan. Waarom slaat u mij met deze ongerechtigheid, met deze rampspoed in mijn leven? En hij werd vreselijk boos op God. En hij had ten opzichte van al die andere mensen, had hij nog gelijk ook. Want hij was inderdaad onberispelijk van wandel ten opzichte van mensen. Maar niet ten opzichte van God. En dat moest hij leren. Hij moest leren te buigen voor God. En op het moment dat Job zich ging verootmoedigen en dat hij zei, ja, wie ben ik dat ik überhaupt u ter verantwoording heb geroepen? Wie ben ik dat ik dacht dat ik iemand was? En toen hij doorkreeg dat hij eigenlijk in hoogmoed en trots had gehandeld en zich verootmoedigde voor zijn God, toen kwam er een keer in zijn lot en kon God hem zegenen meer dan ooit. En toen zei Job ook aan het einde van zijn leven, tenminste aan het einde van het boek Job staat er van, van horen zeggen had ik u van u vernomen, maar nu ken ik u van aangezicht tot aangezicht. En dat is wat God wil. God wil jou trekken in zijn nabijheid. Maar dat kan hij pas als wij onze hoogmoed en trots loslaten, als wij onze focus om iets te willen loslaten in ons leven. Zonder willen we een bepaald resultaat en dan bidden we de hemel en dan weigeren we dat los te laten. Dan claimen we het, zogenaamd. Sommige christenen kunnen heel goed claimen, alsof we van God iets kunnen claimen. We kunnen niks claimen, alles is genade. En ik weet dat het soms kan het goed zijn, als je iets van God hebt ontvangen, dat je gewoon dat blijft vasthouden. Maar soms is er een verkeerd soort claimen, vanuit het ego, dat je iets graag wil en dat je dan God voor je kaartje probeert te spannen en dat je dan bijna boos wordt als hij het van je afneemt. Maar dat is geen christelijke houding. God wil dat we ons verootmoedigen voor zijn aangezicht en dat we ook op een punt komen in ons leven dat we zeggen, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Ik laat het los. Ik laat het los, Heer. God, vergeef mij voor het aandeel wat ik in heb gehad. Ik wil kijken naar mijn eigen houding in de situatie. Hoeveel onrecht er ook allemaal wordt gedaan in mijn leven. Hoe terecht boos ik ook ben. Blijkbaar zijn er dingen in mijn leven die dit veroorzaakt hebben. En daar wil ik naar kijken. Ik wil me verootmoedigen voor mijn aangezicht. Het volk van Israël, heeft heel veel dingen meegemaakt in het Oude Testament. Maar als je de Bijbel leest, de rode lijn in het Oude Testament is steeds als het volk van God afweek en niet meer zich verootmoedigde voor God, niet meer in de vrezen van de Heer wandelde en niet meer zijn geboden naliep. En daar kwam er weer ellende. Daar kon de vijand weer het land in bezit nemen en werden ze in ballingschap weggevoerd. Tot het moment dat het volk zich weer ging verootmoedigen naar God, om vergeving vragen. En dan komt God weer met eer en herstel. En zo is het ook in ons leven. En ik wil een paar versen voorlezen uit de Bijbel. Ik heb ze naar mijn mobiel gekopieerd. En daarmee beëindig ik eigenlijk deze boodschap. Ik wil nog één ding zeggen. De hoogmoed en trots, heb ik gezegd, dat zijn eigenlijk de hardnekkigste zonden in het leven van ieder mens. En ik wil er ook bij zeggen dat de mensen die nederig en bescheiden zijn, die hebben vaak daar het meeste van. En ik kan daarvan spreken, want ik ben altijd een bescheiden persoon geweest, maar God heeft me ook laten zien
hoeveel hoogmoed en trots in mijn eigen hart leeft. Geen mens is vrij van hoogmoed en trots. Zo makkelijk kun je denken dat je het beter weet dan die ander. Dat je beter bent, dat je ook kritiek en oordeel is ook een teken dat je je verheft boven de ander. En ook al spreek je niet uit, ook al is het een gedachte van hoogmoed en trots, van kritiek en oordeel. Want je hoeft niet altijd uit te spreken. Maar ook, dat is de keerzijde ervan, het niet kunnen ontvangen van complimenten, het niet kunnen ontvangen van vergeving, het jezelf bestraffen, jezelf dingen verwijten. Daar zijn nederige mensen vaak heel goed in. Die zijn zo nederig dat ze zichzelf niet waard vinden om een geschenk te ontvangen, om een compliment te ontvangen, maar ook om de genade van God te ontvangen. Ze voelen zich niet waardig, ze voelen zich niet waard genoeg, maar het is pure hoogmoed en trots. Het afwijzen van de genade van God die God in jou wil geven, dat is pure hoogmoed en trots. Dat je zegt van ik ben het niet waardig. Als God zegt, ja maar ik vind jou wel waard. Wie ben jij dan om opstandig te zijn naar God toe en het beter te weten dan God? Dat is puur hoogmoed en trots. Dus denk niet dat, dat klinkt misschien heel vroom, dat ja maar ik voel mezelf niet waardig om vergeving te ontvangen en ik bestraf mezelf, want ik vind het zo stom van mezelf dat ik dat gedaan heb. Het is pure hoogmoed en trots. Het beter weten dan God. Bekeer je ervan. Verootmoedig je. En ontvang vergeving en genade. En ga leven in die genade van God. Oké, ik wil een paar versen lezen om dit te ondersteunen. Want ik geloof dat het voor velen dit de sleutel is tot doorbraak. Geef je verzet op, geef je hoogmoed op, geef je trots op, jezelf beklag op, jezelf beschuldiging op, ook de beschuldiging naar anderen toe. Geef het allemaal op, verootmoedig je voor God. En zie dat Hij zal komen met zijn genade in jouw leven. Spreuken 15 vers 33, de vreze des Heren voedt op tot wijsheid. En daar bedoelt het ontzag van God. God heeft altijd gelijk. God heeft altijd gelijk. God heeft altijd gelijk. Ik zeg het tegen jou, God heeft altijd gelijk. Dus buig je knieën, verootmoedig je van God, God heeft altijd gelijk. De vreze des Heren voedt op tot wijsheid en ootmoed gaat vooraf aan eer. Voor de val, Spreuken 18 vers 12, voor de val is het hart van de mens hoogmoedig. Maar ootmoed gaat vooraf aan eer. Spreuken 22 vers 4, het loon van ootmoed, de vreze des Heren, is rijkdom, eer en leven. Deuteronomium 8 vers 2, gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Soms gebeuren er in ons leven dingen met als doel dat de diepste overwegingen van ons hart aan het licht komen, zodat wij ons gaan verootmoedigen. En misschien schrik je van jezelf, ik herken het in mijn leven, in moeilijke fases in mijn leven, ik heb een burn-out gehad en ik ben enorm geschrokken, ik ben mezelf enorm tegengevallen. En toch was het een louteringsproces die God in mijn leven toeliet, omdat ik dingen moest leren, omdat ik mijn eigen ongerechtigheid moest leren kennen, mijn eigen hoogmoed en trots moest leren kennen, zodat ik niet zou zo niet zou vertrouwen op mijn eigen heiligheid, op mijn eigen weten, op mijn eigen goed kunnen, dat ik zou leren vertrouwen op zijn genade. In 1 Petrus 5 vers 5, God weet de staat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Dus soms moet je gewoon ophouden met bidden en strijden en vasten en proclameren en wat je dan ook allemaal wil doen om iets te bewerken in de geestelijke wereld, om een doorbraak in je leven te bewerken, om overwinning in je leven te bewerken. Ga gewoon eens eerst je verootmoedigen naar God toe. Ga gewoon eens stil worden en zeggen, Heer, zijn er dingen in mijn leven die de oorzaak van zijn dat dit is gebeurd in mijn leven. Toets mijn hart en manieren. Ik wil me verootmoedigen. Ik wil tijd nemen om te verootmoedigen van God en me te laten reinigen, me te laten zuiveren. En om vergeving te vragen, zodat er ruimte komt van God in mijn hart. Zodat Hij het kan doen op zijn manier. En laat je eigen manier los. En laat God het werk doen op zijn manier. Maar laat je hart onderzoeken. Jesaja 57 vers 15, want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is, in de hoge en in het heilige woon ik en
bij de verbrijzelde en nederige van geest. Dus God woont in het hoge en in het heilige. En, staat er, bij de verbrijzelde en nederige van geest. Dus op het moment dat je in je hoogmoed en trots in het oordeel zit, dan kan God daar niet wonen. Maar op het moment dat je bereid bent om te zeggen, Heer, ik weet het niet meer. Wilt u mij vergeven? Ik wil me verootmoedigen voor uw aangezicht. Ik wil alles loslaten wat ik heb proberen te bewerken in mijn leven. Wat ik heb proberen vast te houden. Wat ik heb proberen te claimen. Wat ik heb proberen te bewerken in de koninkrijk van eigen kracht. Ik wil het allemaal loslaten. Ik wil me nu verootmoedigen voor u. Ik geef alles terug. Heer, ik weet het niet meer. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik ben helemaal niks. Wilt u komen? Wilt u het in mij bewerken wat ik niet kan? En er staat er om de geest te nederigen en het hart de verbrijzelde te doen opleven. Als jij een opleving nodig hebt in jouw leven, als jij een doorbraak nodig hebt in jouw leven, iets waar jij al heel lang voor hebt gebeden en het komt maar niet, dan nodig ik je uit om je te gaan verootmoedigen van God. Om tot een diepe overgave te komen en tot een bereidheid te komen te zeggen van Heer, onderwijs mij de weg die ik gaan mag. Wilt u mij van binnen onderwijzen en al de ongerechtigheid die in mij zit, waardoor dingen zijn gekomen in mijn leven. Ik wil me verootmoedigen, ik wil luisteren naar u, ik wil leren mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen in de dingen die zijn ontstaan in mijn leven. Ik wil besluiten met gebed. Hemelse Vader, dit is het zwaarste woord wat wij van u kunnen horen. Heer, omdat het zo makkelijk is om de schuld naar een ander te schuiven. Heer, het zijn naar mensen in ons leven, het zijn de omstandigheden, het zijn naar u. Maar het is o zo moeilijk, Heer. Heer, om te erkennen dat ik fout ben. Heer, en om naar binnen te kijken en om bereid te zijn mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. En ja, niet alleen voor mijn leven, maar ook voor het geslacht waar ik vandaan kom, voor de cultuur waar ik uitkom, om te realiseren dat ik verontreinigd ben op velerlei wijzen. En dat ik een heleboel dingen in mijn leven zelf heb gecreëerd, doordat ik niet zuiver en rein ben. Heer, wilt u mij helpen om naar binnen te keren, om uw heel diep proces van reiniging en van zuivering toe te laten in mijn leven, zodat ik niet langer meer onzuiverheid en onreinheid produceer in mijn leven en beschadering produceer in mijn leven, maar dat Gods vrucht geproduceerd mag worden in mijn leven. Heer, dat uw vrucht van de Heilige Geest in mijn leven geproduceerd mag worden. Reinig mij van binnen. Onderwijs mij tot in mijn diepst van mijn hart en in mijn ziel. En zie of daar een weg is die onzuiver is. Die de patronen in mijn leven, die dingen hebben veroorzaakt en nog steeds veroorzaken, die heling nodig hebben. Heer, die vanuit mijn voorgeslacht komen, die vanuit mijn cultuur komen. Heer, ik wil me verootmoedigen voor uw aangezicht, opdat u deze dingen in mij kunt openbaren, opdat u deze dingen in mij vanuit de diepste kern kunt reinigen, kunt helen, kunt bevrijden. En dan zult u kunnen komen met de stroom van genade, waar ik zo naar heb verlangd, maar wat nooit echt is doorgebroken, omdat ik niet naar binnen heb durven kijken. Maar nu nodig ik u uit. Jezus, wilt u komen met uw geest van reiniging, met uw geest van vuur, met uw geest van loutering in mijn leven, met de geest van heiliging in mijn leven, opdat ik van binnen gereinigd en gezuiverd mag worden vanuit een proces van verootmoediging. Ik wil u danken, Jezus, dat u met uw geest van verootmoediging komen in mijn leven en mij helpen in het moeilijk proces, maar het uiterst helend en genezend proces van verootmoediging, zodat u een geweldige doorbraak kunt teweeg brengen voor mij, mijn gezin, mijn voorgeslacht, mijn nageslacht en mijn verleden, heden en toekomst, dat die getransformeerd mag worden door uw geest van genade en herstel. Jezus, bid ik een zegen dat u deze video ook en de boodschap hierin van verootmoediging gaat gebruiken om vele levens diepgaand te transformeren. Dank u, Jezus, voor uw geest van liefde en genade, dat we niet vanuit schuld ons hoeven te buigen, maar vanuit een diep verlangen om meer van uw reinheid en zuiverheid en heiligheid in ons leven toe te laten. En zo bid ik een zegen over deze boodschap en de krachtige werking van uw Heilige Geest in ons leven, in Jezus' naam. Amen.